Hoi allemaal! De zomer is weer voorbij. En dat betekent dat er heel veel toffe challenges in Nederland worden gedaan. Vandaag zijn we in Zeewolde, bij Julian, Brent en Thomas. En zij gaan 24 uur lang op een bankje zo piep, gamen voor het goede doel. En ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat. Dus, game on! Hallo Thomas. Hallo. Wat zijn we hier aan het doen vandaag? Wij zijn voor een challenge 24 uur aan het gamen. Voor het goede doel ook. Voor welke goede doel hebben jullie gekozen? Ronald McDonald's Kinderfonds. Oh. Wij hebben er eigenlijk met z'n drieën voor gekozen. Want wij zouden het ook fijn vinden als wij ziek zouden zijn en we zitten in zo'n kinderhuis. Als dan onze ouders bij ons konden zijn. Alleen één zo'n overnachting kost iets van 60 euro en dat kan dan niet. Dus daarom hebben wij bedacht van ja, wij gaan dan geld ophalen. Dan kunnen de ouders ook gewoon bij de kinderen zijn. Het lijkt me dat je wel hiervoor al vaker langer door bent gegaan in de nacht. Of... En wat is het langste wat je dan nu hebt gegamed? 7 uur of zo, 10 uur. Ja. Wat ga je allemaal spelen? Al mijn games nog een keer spelen. Welke games zijn dat? Rocket League, Black Ops 4. Kan je ook een beetje uitleggen wat dat dan is, wat het inhoudt? Rocket League is met, moet je met auto's, moet je voetballen. Hoe voelt het nou om zoveel kinderen te kunnen helpen? Ja, dat voelt wel goed, omdat wij dat zelf ook fijn zouden vinden als er andere kinderen voor ons bezig zouden zijn. Dus dat voelt wel goed, omdat je nu al zoveel geld hebt opgehaald. En had je ooit verwacht dat je met je gametalent impact zou kunnen maken? Nee, we hebben alle drie hebben wij niet gedacht van dat we zo ver zouden komen en zoveel aandacht. En natuurlijk, het is super mooi dat we al boven de 1000 euro aan sponsorgeld hebben gekregen. Ja. Hey. Lekker! Nou, zij zijn nu nog wel even bezig. Wil je nou ook impact maken met jouw talent? Organiseer dan een challenge, meld je aan en misschien komen we de volgende keer dan wel naar jou toe. Doei!